Nou, welkom allemaal. We gaan vandaag hebben over zoekmachineoptimalisatie. En dan wel graag voor de geavanceerdere gebruikers. Ik ben even heel benieuwd. De onderwerpen die we gaan behandelen is waarom zou je iets met zoekmachines moeten doen? Ik ga ervan uit dat iedereen al iets ervaring heeft met zoekmachineoptimalisatie. We gaan zo even kijken hoeveel en wat het ongeveer is. Waarom zou je kiezen voor SEA, dus per klik adverteren ten opzichte van organisch optimaliseren? Wat zijn verschillende factoren die nu belangrijk zijn? En dan heb ik het niet over maar in het algemeen, maar nu, die nu echt warm zijn, waar je op in kunt spelen. Hoe zet je nou de longtail in? Ik bedoel, er wordt al jarenlang over gepraat. Van ja, longtail zal iedereen bekend voorkomen, zo niet leg ik het ook even uit. En een stukje local search van ja, hoe ga je nu localisatie toepassen? We kennen misschien allemaal wel Foursquare. Facebook is er druk mee bezig, Twitter is er bezig. Locatie wordt in één keer toegevoegd. Ik zal zo meteen uitleggen waarom dat heel interessant is. Dat zijn eigenlijk de 5 onderwerpen. Ik heb 90 slides voorbereid voor vandaag, dus ik moet vrij vlot door. Ik heb ongeveer een slide per minuut, heb ik ongeveer begrepen. En als jullie vragen hebben, wordt dat iets korter. Dus dat is goed, stel graag veel vragen. Is er één onderwerp waarvan jullie zeggen, dat vind ik het minst interessant of dat ken ik al? Of wordt het echt gewoon heel hard doorwerken? Nou, doen we dat. Prima. Oké, hou ik het voorstel rondje heel kort. Ik ben Roy Huiskes. Ik heb hiervoor 4 jaar bij One2Market gewerkt als online marketing consultant en zoekmachine optimalisatie. Expert, zo we noemen. Ik blog sinds 2005 ook over zoekmachines. Op mijn eigen blog, chapter42.com. Daar heb ik een linkje bij gezet. En je hebt hele leuke online demografische tooltjes die dan voer je je naam in. En dan zeggen ze, dit ben jij. Nou, dat zijn mijn kleurtjes. Dat is wat ik doe. Verrassend genoeg doe ik heel veel online en iets met management, schijnbaar. Ik hoop niet te veel, maar goed, wie weet. Ik vermoed dat iets met zoekmachines. Ja, goede vraag ook. Nee, het is heel simpel op basis van wat je in je profiel hebt aangeklikt. Ik maak wel eens een foto, ik verzamel Björn Borg boxershorts. Dat zal vast iets te maken hebben met fashion, gok ik zo. Gelukkig, professional staat er ook bij, dus dat scheelt weer iets. Verder heb ik een podcast, State of Search, die wordt uitgezonden op een Amerikaans station, Webmaster Radio FM. Echt puur alleen maar webmasters, echt ja, geeks are us, zeg maar, zo'n beetje. Dat doen we elke dinsdagavond om 8 uur. We zijn bijna klaar. Helaas kon ik het niet meer streamen vandaag. Via de iTunes Store ook. Ik moet alleen zeggen, ik kan niet zoveel cijfers zien helaas. Dat is iets jammer. Ik weet dat ze de eerste dag worden ze ongeveer 1500 keer gedownload, zoiets in die richting. Dus ja, redelijk. Het gaat redelijk lekker, laat ik het zo zeggen. Verder werk ik de 4 dagen in de week voor Jeludo, Casual Gaming. Niet te veel verhalen aan kwijtmaken. We hebben, hier staat 47, we zitten onderhand op 56 portals. Daarin doen we spelletjes, flashspelletjes en die optimaliseren voor de landen. Ik doe daar onder andere zoekmachine optimalisatie van. Dat resulteert in een slordige 30 miljoen unieke gebruikers in de maand. Dus ik heb wel wat te doen over het algemeen. En ja, het idee is om daar meer van te gaan maken. Maar waarom zou je iets met zoekmachines moeten doen? Even wat op de deur intrappen. Wie gebruiken nou zoekmachines precies? En hoe gebruik je zoekmachines? Nou, iedereen zoekt dus in dagelijks leven. Raise of hand zou ik in dit geval zeggen. Hoe vaak zoekt u per dag? Pak je oor aan. Keer of 10. Kom ik wel op. Oké. Denk ook wel 10 keer. Oké. Ik ook wel. Ik ben ook heel lui. Ik ga eerder zoeken dan dat ik het adres meteen opzoek. Ja, of meteen intik, zeg maar. Je bent niet de enige, kan ik je vertellen. We gaan de hele dag wel door. Ja, precies. Ja. Je zegt nu 10 keer. Ik weet vrij zeker dat iedereen vaker zoekt als 10 keer. Maar dat ben je niet altijd bewust van. Je grijpt heel snel terug naar Google. Tenminste in ons geval Google. Hoe zou je jezelf als gebruiker beschouwen? Ik denk dat iedereen zich als gemiddeld hier bekijkt. Ik denk niet dat iedereen hele ingewikkelde queries maakt met van ik wil op deze site specifiek deze naam in deze titel met deze link. Nou, dat zal het niet zo heel veel gebruiken. Je kunt in Google heel veel opties aanklikken. Gelukkig hebben we meestal zien we maar inbox, daar zijn ze heel slim in. Hoe is jullie SEO-kennis in het algemeen? Hoe zou je hem zelf inschatten? Wie gaat er voor basic? Wie gaat er voor gemiddeld? Oh. De vraag, ja, oké, dat is nog mooier. Dan ga jij onder de groep beginnen. Nee, oké. Hoe stel je vragen? Heb je het over hoe optimaliseer ik mijn site? Nee, hoe zou je eigen kennis, hoe zou je zelf je eigen zoekfunctionaliteit ben ik gemiddeld, denk ik. Oké. Ja. Ja. Is het ook gemiddeld? Oké. Nou, prima. Dan heb ik een beeld waar ik naar kan kijken. Als je in de zoekmachine klikt, klik je dan vaker links of rechtsom? Dat zit er achterliggende gedachte achter. Nee, dat is gewoon puur voor even dat ik een beetje beeld heb van hoe jullie, wat voor zoekers jullie zijn. Ja, uitleg, ik snap het niet. Als je hebt in Google, krijg je 2 rijtjes resultaten. Aan de linkerkant, wat? Ja,
dus zoekt u links of rechts. Heel plat, heel simpel. Ik heb nog bewust geen plaatje erbij gedaan.